gelijk mee van start gaan. Hier willen jullie een volwaardig horecabedrijf van maken. Wat het nu op dit moment niet is. Als je ons vraagt om te helpen om hier een volledig, compleet horecabedrijf van te laten maken, moet je ons ook het vertrouwen geven. Want dan krijg je weer de herhaling van zetten van Spaande, waar we elke keer een stap vooruit en twee stappen terug. En dat kan hier niet gaan werken. We hebben natuurlijk ook nog met een hele planning ook te maken, dus we moeten ook wel opschieten. Ja, er liggen wel wat uitdagingen. Het seizoen ligt weer voor de deur. Nee, maar jongens, jullie hebben 7 jaar de winkel, toch? Ja. Dus in die 7 jaar is er al geen verschil gemaakt. Klopt. Dat ga je nu verwachten binnen een korte periode. Maar wij moeten het gewoon hebben van die paar maanden zomerweer. Ja, dan ben je al klaar. Dan zijn we al klaar. Maar dit wil ik doen met mensen die ik om me heen verzamel al 30 jaar. Waarvan het niet de eerste de beste zijn ten eerste. Maar ook goed de werk afleveren. En in de snelheid wil ik maar een half woord nodig hebben. En ik krijg toch wel discussies met jullie. Even een vraag hier tussendoor. Het plafond bijvoorbeeld, die 5 gevulde koeken die hier aan het plafond hangen. Blijven die hangen? Nee, ik ben de eerste die dat eraf rukt. Ja. Maar een systeemplafond tegenwoordig in 2016 is goedkoopst wat er is. Ja, maar het ziet er ook niet uit. Heeft de hele wereld. Ja, nou en? Betekent dat dat mooi is dan? Nee, dat kun jij niet mooi vinden, maar de rest van de wereld nog wel. Die Reinders die heeft veel verstand van horeca en interieur. Als hij nou direct die 5 gevulde koeken eraf haalt en hij hangt wat neer wat nog lelijker is dan dit, dan zeg ik dat gewoon. Hoe mag dat niet van mijn gezendie? Zo simpel is het. Ja, wij hebben een budget. Logisch. Als jij dingen voor elkaar krijgt, linksom of rechtsom, kijk, zolang we daar niet overheen gaan, dan ben je de eerste op de wereld die het budget niet overschrijdt. Dus daar gaat sowieso wat overheen. Ja, oké. Okay. Maar standaard is volgens mij 10-15%. Dat is netjes, toch? Dat is netjes. Als dat het zou blijven, nou, dan krijg je van mij een dikke zweter gaan. Als je iets uit ander geeft, in het budget eindigt direct, ik noem even wat, 50 boven het budget, dan hangen er in ieder geval 4 in touwtje. Op is op. Dat is wel vereist. Je kan niet naar een halve keken zeggen op is op. Dat de pannen, de mensen de pannen zien staan met geen muren erin. Factuur komt achteraan. Hallo. Nee. Ze zitten bij elkaar 100 jaar horeca. Ja, die alleen maar met budget te maken hebben. Onze ouders die hebben dat ons ingepeperd. Je moet nooit andere mensen over jouw goud laten praten. Je moet dat zelf onder controle houden. Maar een ander die geeft helemaal niks om jouw goud. En wij hebben altijd toevallig. Van elke god is een dubbeltje van mij en een dubbeltje van even. Dat peper ik er nog wel even in thuis bij hem. Doe ik even een paar keer op zijn voorhoofd klikken dat het de bovenkamer even losgaat. Ja. En wakker is. Maak jij niet druk, hoor. Als jij zegt dat jij het een dusdanige verandering die wij voor ogen hebben, die jullie ook voor ogen hebben, voor elkaar te botsen met jullie mensen en in het kader, keer voor take, 10-15% meer, zoals wij die neergelegd hebben, dan ben ik de laatste die zegt van, doe het niet. Kunnen we daar een klap op geven, heren? We moeten nog wel even één ding duidelijk. Met het bouwgebeuren ben ik aanwezig, hoor. Want daar heb ik wel verstand van. Dat is prima. Hey, jongens, bedankt. Ik ben benieuwd.